6 december, het jaarlijkse congres Verander Management, georganiseerd door Management Impact. En ik mag dagvoorzitter zijn. En ik kan je vast verklappen dat het een hele mooie line-up wordt. Dus mocht je nog twijfelen, dan weet je ongeveer wat eraan gaat komen. Ik neem je even mee. Hans Vermaak die gaat praten over 20 jaar veranderen. En wat voor tijdloze kenmerken zo'n veranderproces nou eigenlijk heeft. Pascal van Goetem laat ons zien wat de geheimen achter overtuigen zijn. Een eigenschap, een vaardigheid die je als leider nodig hebt, altijd. Maar zeker wanneer je door veranderprocessen gaat. Kilian Bennebroek-Gravenhorst die neemt ons mee naar hoe je kan kijken naar veranderen. En dan vooral wat je kan leren van anderen. Je hoeft niet alles zelf te bedenken. Als je slim afkijkt, krijg je hele mooie en goede veranderprocessen. Inzo van Zanten is er ook. Hij werkt bij Tony Chocoloni, heeft daar de fantastische functietitel Choco Evangelist. Ik denk dat je alleen daarom al naar hem wil luisteren. En hij laat zien dat business ook anders kan. Eerlijk, transparant en hoe ze dat aanpakken. Ben Tichelaar zal er zijn. Hij ging naar Engeland om daar nog meer te leren over gedragsverandering. En komt terug met de inzichten over wat is het verschil tussen routine en gewoontes. Wat doet zelfbeeld en identiteit en wat heeft dat voor impact op de veranderinterventies die je kiest? Nou, een hele mooie line-up en ik mag daar ook nog een lezing geven. En mijn lezing zal gaan over de inzichten die ik heb opgedaan in een aantal van mijn reizen. Onder andere naar Iran, naar Gambia, Togo, Nederland. Ik neem je zo mee op reis met een speciale aandacht voor de dingen die ik heb geleerd van voodoo-priesters in Togo. Over loslaten, over in spannende contexten stappen en dingen niet helemaal begrijpen. Nou, dat natuurlijk gelinkt aan de kennis en kunde die we nodig hebben in veranderprocessen. Ik denk als je het zo beluistert dat het een gevarieerde dag zal worden. Burgers Zoo, 6 december. Ik hoop ontzettend je daar te zien. De kaarten gaan hard. Het wordt een volle bak. Ik hoop dat je erbij bent. Tot dan.